Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Business Club ONS Sneek, het sportieve zakelijke netwerk van Zuid-West-Friesland. We zijn even terug bij ONS, hoe is dat? Ja, goed. Altijd fijn, hè? Altijd fijn. Ja, zeker. Jullie zijn 5 wedstrijden ongeslagen. Hoe ga je deze wedstrijd in vandaag? Tuurlijk met positieve instelling. Maar je weet dat het gewoon moeilijk wordt vandaag. En we moeten gewoon 100% geven. En ja, de kans die je krijgt moet je maken, want anders heb je echt een hele zware middag vandaag. Tactiek vandaag tegen ONS? Strijd. Voetballend denk ik dat je toch wat tekort komt. Je moet gewoon strijd leveren en hopen op de foutjes van ONS. Dankjewel en succes. Geen dank. Bedankt. Opstelling van vandaag tegen Nunspeet in de goal. De Vries achterin de Boer, De Wacht, Pruiksma en Berger. Op het middenveld Rozenburg, Herder en Chris De Wacht. Voorin González, Bos en Kamstra. Op de bank De Bruin, Van Echten, Post, Landlust en Van der Meer. Vandaag 19 november ONS tegen Nunspeet. Nunspeet die achtereenvolgens 5 wedstrijden heeft gewonnen. En ONS die momenteel op de tweede plek staat. Dit belooft vandaag een mooie wedstrijd te worden. Eerste actie is van de kant van Nunspeet. Het is de nummer 6, Sieg. Die de bal voor krijgt. Goed weggewerkt door ONS. Berger met een bal op Bos die hem niet bereikt. Nunspeet probeert weg te werken. Maar krijgt de bal niet weg en belandt bij Rozenburg die zijn schot op goal waagt. Kamstra op Pruiksma. Bos op Kamstra. Die door kan lopen. Speler goed van zich afgezet. En de bal mooi voorgegeven op González. Die een schot op goal waagt, maar naast gaat. Nunspeet weer in de aanval. Knap voorbij gelopen en mooi combinatievoetbal. Er wordt geroepen voor een penalty, maar de scheidsrechter vindt van niet en laat doorspelen. Goed onderschept door ONS, Rozenburg, Bos op Alen de Boer, die door kan lopen de hoek in. Balletje voor krijgt, komt bij González, die met een mooie omhaal de bal helaas naschiet. Header, González, tikje op De Wacht. Header, De Wacht, die wordt onderuit gehaald door Nunspeet. En de nummer 10, Schouten, wordt bestraft met een gele kaart. En een vrije trap voor ONS. Rozenburg. Mooi in de 16 gegeven op, jawel, Chris De Wacht. En deze kopt keurig de 1-0 binnen. De Wacht die achterin goed door kan lopen. Makkelijk bij zijn man wegkomt. En keurig binnenkopt. Nunspeet op zoek naar de 1-1. Sieg die de bal in de 16 legt. En ONS die rustig de bal richting de keeper werkt. En weer verder kan spelen. En het is de nummer 9 van Dijk die de bal nipt naschiet. Bal losgelaten door keeper De Vries. En ONS kan de 2-0 binnen tikken, maar verzuimt. Dan in de tweede helft. Rozenburg die de bal heel mooi onderschept. En heel netjes de 2-0 binnentikt. Kon nog afspelen op González, maar kiest ervoor om zelf te gaan schieten. ONS die goed op weg is. Maar Nunspeet laat zich natuurlijk niet zo makkelijk kennen. Ze worden ook wel de vechters genoemd. Vrije trap genomen door Sieg. Het plannetje is mislukt.
En ONS gaat dan weer door. González richting de 16. González, balletje voor op Rozenburg. En deze schiet de 3-0 binnen. Keurig combinatievoetbal van ONS. De verdediging van Nunspeet is kansloos. En een verdiende 3-0. Header op González. González tikje terug. En de bal gaat weer diep. Richting Bos. Die goed de bal vast kan houden. En ook eens een poging waagt. Tweede instantie is het Rozenburg. Waarbij de bal op de lat komt. González dan nog. Met een buitenkantje links. En deze belandt naast. González. Op Rozenburg. Bos. Terug op Rozenburg. En Bos kan doorlopen. Gaat niemand met hem mee. Geeft hem keurig af op González. En deze tikt rustig de 4-0 binnen. Keurig uitgespeeld door ONS. Kan Nunspeet dan nog wat doen? Jawel, maar deze bal miskracht en is gemakkelijk te pakken voor keeper De Vries. Vrije trap voor Nunspeet. Mooi in de 16 gegeven. Met een schot op goal, goed gepakt door keeper De Vries. Dan is er een vrije trap voor ONS. Komt terecht bij Alen de Boer. Wederom goed vrij gelopen en het is 5-0 voor ONS. ONS die zeer goede zaken doet vandaag. Het is vandaag een hele netjes 5-0 overwinning voor ONS. En over 2 weken hebben we de topwedstrijd tegen Apeldoorn. Tot ziens. Martijn, 2 mooie doelpunten deze wedstrijd. Het ging wel lekker met ONS vandaag. Ja, ik moet zeggen, de eerste helft speelden we ook al redelijk. Alleen toen kwamen zij er bij Vlagen nog wel eens een paar keer uit. Maar de tweede helft denk ik dat we ze volledig hebben weggespeeld. Wat was jullie grote kracht ten opzichte van Nunspeet vandaag? Ja, ik denk dat wij voetballend gewoon prima stonden vandaag. Dat is altijd ons uitgangspunt. Alleen dat wil niet altijd. Het heeft ook soms met de tegenstander te maken die het ons moeilijk maakt. Maar ik denk dat we vandaag vooral voetballend gewoon heel prima gespeeld hebben. Nu gedeeld eerste met WSC. Goed gevoel? Ja, absoluut. Dat hadden we een paar wedstrijden geleden niet meer verwacht natuurlijk. Een paar keer puntverlies gehad, maar het gaat nu weer lekker. En ik denk dat we niet te veel daarna moeten kijken. We moeten gewoon van week tot week kijken. Gewoon elke week 3 punten pakken. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie. En dat zie je ook aan WSC. Dus ik denk dat we wel een beetje rustig moeten blijven. Volgende week een topper tegen Apeldoorn. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik moet zeggen, ik ken ze helemaal niet. Dus ze staan bovenaan. Dus ze zullen wel een goede ploeg zijn. Maar dat zijn wij ook. En ik denk dat wij thuis wel een voordeel hebben. Dus ik verwacht dat wij wel de 3 punten gaan pakken. Jan, het was koud vandaag. Maar het voetbal was warm. Hartverwarmend, zeg je dan heel mooi. Ja, het was super. Ik vond het echt. Met name de tweede helft kreeg natuurlijk de vrijheid. Of meer ruimte omdat ze natuurlijk achterkwamen. Hè, met 2 goals verschil. Ja, dan zie je hoe we kunnen voetballen. Maar de eerste helft was ook wel heel aardig. Dus het was een hele goede partij aan onze kant. Wat was de doorslag dat ONS vandaag beter was dan Nunspeet? Ik denk dat de doorslag is dat ik vind dat wij op elke positie denk ik een betere voetballer hebben staan dan de tegenpartij. En dat is niet, dat denk ik. Dus we hebben gewoon een goede groep ook staan. Alleen wat vandaag de doorslag heeft gegeven, dat er inderdaad ook de wil was van en het besef van jongens, als we winnen dan kunnen we wel eens een keer op een hele aardige plaats komen te staan. En vanavond een feestje met z'n allen met de groep. Dus ja, dat is toch wel leuk om daar zo het feest eventje in te gaan. Ja, gedeeld eerst en vonden we over 2 weken een hele mooie wedstrijd. Ja, dan komt Apeldoorn hier naartoe. Dus als mede-koploper komt er nummer 2 hier. Ja, daar is natuurlijk een penningmeester gigantisch blij mee. En als het weer ook een beetje zo blijft zoals hier, ja, dan is het hartstikke leuk. Dankjewel, succes. Ja, dankjewel.